Welkom lieve weegschaal bij deze reading. Deze reading is voor de derde en vierde week van september. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Dat je gezond en wel mag zijn. Fijn dat je weer kijkt. Bedankt voor je feedback en voor het steunen van mijn kanaal. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. Mijn dank hiervoor is groot. We beginnen met het orakeldek Fluisteringen van de Natuur van Angela Hartfield. En jullie kaartje is Avontuur, nummer 30. Dat maakt nummer 3. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in numerologie. Ik ga eens even kijken wat de toelichting bij deze mooie kaart is. De dame in de schelp. Avontuur. Het is een uitstekend moment om een kort reisje te maken. Naar welke plek dan ook die je inspireert. Als je het leuk vindt om een paard te rijden of te fietsen, schep dan een mogelijkheid om dit te gaan doen. Ga naar buiten, ga op reis. Dit helpt je routine van alle dag te doorbreken. Het kan ook een ander gezichtspunt geven, nieuwe mogelijkheid of je uit de band doen te springen. Je zal je echt zoveel beter gaan voelen nadat je een werk, school, pauze hebt genomen. Niets is zo heerlijk om de wind door je haren te voelen en de zon op je rug. Dus zoek even afleiding, doe even wat anders, doorbreek die routine. Dat is het advies. Nu graag een kaartje van de aardengelen van dieren. Ook voor mijn mooie, lieve weegschalen. Voor de derde en vierde week van september. Spirits, wat moet de weegschaal weten? Dank u. Onderliggende kaart is de panda kaart. En daar staat blijf in balans en in je eigen essentie. Je hebt ook de giraf kaart. Daar staat op bekijk alles met een hogere wijsheid en kennis. En je hebt de hondkaart. Wees gedisciplineerd in huis en in je en in je leven. We gaan, zoals jullie gewend zijn, weer een 3 leggingen doen. Voor de mensen die voor het eerst kijken, welkom. Ik doe altijd 3 leggingen. Ik kijk altijd wat voelt en vindt jouw persoontje over jou. Dan, wat vind jij zelf van die persoon? Dit doe ik voor de derde week. Daarna voor de vierde week van september voor jullie beiden. En dan sluit ik af met de derde legging. Om te kijken wat de toekomst voor jullie brengt. Spirits, wat voelt de persoon van de weegschaal voor de weegschaal? Dank u. Heel duidelijk. Ja. Onderliggende kaart is de aas van munten. Jouw persoon, lieve weegschaal, die wil graag een nieuwe start. Een evenwichtige start. Met de dwaaskaart kan zijn dat jij of zij ram in ascendant heeft. Zij zijn bereid om met jou die sprong te maken. Met de 5 van bekers was er voorheen verdriet. Men had schuldgevoel over het feit dat ze geen initiatief genoeg namen, want je ziet hier met de ridder van munten dat de boel was gestagneerd en met de 5 van munten dat één of beide zich alleen voelden in deze connectie. Dus we gaan eens even kijken. Een nieuw stabiel begin, dat wilt jouw persoon met jou. Met de ridder van staven willen zij, omdat ze schuldgevoelens hebben dat ze in het verleden het niet goed hebben aangepakt, willen ze nu snelheid opbouwen, willen ze niet langer wachten
Ze hebben hun les geleerd. Dus ze zijn passioneel, ze zijn vurig. En ze willen jouw kant op komen. Met de schildknaap van staven op de zijkant. Ze twijfelen alleen of je hun passioneel begin wil aanvaarden. Misschien ga je ze zelf een verontschuldiging aanbieden en jij twijfelt. Jij twijfelt enorm of de weegschaal jouw verontschuldiging wel gaat accepteren. Dan hebben we hier de Hermit, dat is de maagdkaart. Het kan zijn dat jij of zij dat in hun assistant hebben. Jij hebt je een poosje teruggetrokken en je bent tot bepaalde conclusies gekomen. En je hebt geleerd van je fouten. En daarom wil jij graag weer een snel begin. Alleen nogmaals, jij twijfelt of jouw geste, jouw berichtje, jouw verontschuldiging, of die wel geaccepteerd wordt door de weegschaal. Spirit, wat voelt de weegschaal voor deze persoon? Derde week van september. Zo, dat vloog eruit. Je hebt de drie van munten, de koningin van bekers en de koning van bekers. Dus we hebben hier een setje. En we hebben de koning van staven op zijn kop. Lieve weegschaal, jij... Je ziet jouw persoon als iemand die niet stabiel is. Iemand die snel uit zijn slof schiet. Die heel temperamentvol kan zijn. Dan passioneel, dan weer koud. Heel wispelturig. En daar heb je geen behoefte aan. Jij wil met de gematigdheidkaart, het is ook wel de boogschuttenkaart. Jij wil graag die balans terug hebben. Als je ziet hier die twee bekers, er wordt vuur en water wordt gemengd net zolang totdat er balans is. Dus jij wil die balans. Jij wil een koning van munten, dus jij wil stabiliteit, je wil huisje, boompje, beestje. Je wilt dat beide hard werken en vooralsnog met de vier van zwaarden wil jij op dit moment je terugtrekken, en wat rust pakken. En misschien zelfs mediteren om tot inzicht te komen. Om al dan niet met de wereldkaart een nieuw begin te starten. Maar dat nieuwe begin wil je alleen maar starten als er evenwicht komt in deze connectie. Met de drie van munten heb jij je buik vol van driehoeksrelaties, bedrog, verraad, leugens. Dat wil je absoluut niet meer hebben. Jullie hebben de koning en koningin van bekers. Jij weegschaal, jij voelt duidelijk heel veel liefde voor deze koning. Jullie hebben beide water in jullie ascendant, dat kan niet anders. Voelen veel liefde voor elkaar. De koning twijfelt alleen nog, want de koningin kijkt wel naar de koning, maar de koning die kijkt een beetje weg. Dus die heeft twijfels. Om dit wel of niet door te zetten. We gaan eens even kijken. Kijken of de verbetering komt in die laatste week van september. Spirit, laat ons zien wat we moeten weten voor de weegschaal. Op het gebied van de liefde. Het is zijn of haar persoon. Nou, ze willen niet. Nog een keer. Nou, kom op. Dat is beter. Spirits, wat voelt de persoon van de weegschaal voor de weegschaal? Vierde week, de laatste week van september voor de weegschaal. Dank u.
De zes van staven, de drie van bekers, de koning van munten en de zeven van staven. En de onderliggende kaart is de justice kaart. De gerechtigheid kaart. Weegschaal, je hebt hier je eigen kaart. Je wilt balans. Dat zagen we net ook terug. Het kan zijn dat jouw persoon weet dat jij weegschaal nog in een relatie of huwelijk zit. Met de acht van munten, je ziet hier die spinrag. Ze hebben het gevoel dat jij wel wil werken aan een nieuwe relatie, omdat jouw oude relatie waarschijnlijk dat daar de sleur in is gekomen, vandaar die spinrag. En ze zien jou als de keizerin. Wederom weegschaal. Je hebt je eigen zaak. Je bent een krachtig, mooi, stabiel persoon. Je hebt aanzien en ze willen graag met jou verder samenwerken. En ze beseffen heel goed met de vier van staven dat dit een tweelingenziel connectie is. En willen daarom ook met jou een begin, een start maken met de aas van zwaarden. We zullen het in ieder geval met je overgaan hebben, want zwaarden staat voor communicatie. Met de zes van staven wil jouw persoon met jouw weegschaal erg graag voor het succes gaan. Ze hopen dat het wat wordt tussen jullie. Met de drie van bekers willen ze graag leuke dingen met je doen. Je wil je leren kennen, eigenlijk een beetje ontspanning. Misschien omdat ze ook... ja, misschien zitten ze niet lekker in hun eigen relatie of in een breuk, waardoor ze hun gedachten willen verzetten en leuke dingen met je willen doen. Of gewoon die boel even vergeten. Met de koning van munten denken ze ook dat jij een stabiel persoon bent. Dat je van gezelligheid houdt. Dat je graag voor het gezin, gezinsleven wil gaan. Dat je hard werkt. Dit is natuurlijk een man, maar het kan net zo goed een vrouw zijn in mannelijke energie. We hebben hier de zeven van staven. Ze voelen wel dat jij je nog verdedigt. Misschien komt dat wel omdat je uit respect voor het feit dat je nog in een connectie zit, dat je afstandsbewust houdt van hen in deze connectie. Spirits, wat vindt en voelt de weegschaal voor deze persoon de laatste week van september? Nog één kaart alsjeblieft. Nog één kaart alsjeblieft. Dank u. Weegschaal, je hebt de koning van zwaarden, de schildknaap van munten en de drie van munten. En we hebben de onderliggende kaart, dat is de duivel. Kan zijn dat jij of zij steenbok in ascendant heeft. Hoeft niet, kan wel. Deze connectie voelt bijna giftig. Waarom? Omdat die passie tussen jullie, die wordt enorm goed gevoeld. Die aantrekkingskracht is niet te vermijden. Jullie hebben ook op hoger niveau contact met elkaar, telepathisch, via dromen. Je voelt elkaars energie. Het voelt niet goed omdat één of beide nog in een vaste relatie en of huwelijk zitten. Voelt dat ongepast ten opzichte van jullie huidige partner. Dus vandaar de duivelkaart.
Ondanks alles met de koning van bekers wordt er heel veel liefde gevoeld. Jij voelt heel veel liefde, lieve weegschaal voor jouw tweelingenziel. En met de gematigdheidskaart, boogschuttenkaart, zou jij graag jouw passie wat willen temperen. Omdat dit heel moeilijk is om onder controle te krijgen en te houden. Met de koning van zwaarden probeer je cool over te komen, zonder emotie, misschien zelfs een beetje koud en afstandelijk, gewoon uit respect voor je huidige partner. Met de schildknaap van munten verwacht je wel op de een of andere manier een aanbod van jouw tweelingenziel te gaan krijgen, iets substantieels. Wat weet je niet, maar instinctief voel je dit wel aan. Met de drie van munten op de zijkant, jij wil absoluut geen derde persoon in jullie connectie. Je hebt genoeg van het verleden geleerd, dus jij wilt dit niet hebben en je hoopt ook dat uiteindelijk die derde persoon verdwijnt in deze connectie. Maar vooralsnog is die nog aanwezig. En we gaan eens even kijken wat de toekomst voor jullie gaat brengen, spirits. Wat mogen wij in de toekomst verwachten voor de weegschaal? Zijn of haar persoon? Twee kaarten nog alstublieft, dank u. In jullie toekomst hebben jullie de schildknaap van zwaarden, de zeven van bekers en de judgment kaart. Ook heb je de koningin van zwaarden onderliggend op het dek. De behoefte bij jullie in de connectie is sowieso de communicatie. Ik denk dat jullie uiteindelijk wel met elkaar gaan communiceren en vertellen wat jullie voor elkaar voelen. Dit kan zijn dat dit niet, nog niet in de 3D plaatsvindt, maar in de 5D. Vandaar hier dat die lichtbron, dat je via het derde oog, dat jullie spiritueel met elkaar in ieder geval dit communiceren. En misschien later ook in de 3D. We hebben hier de watermankaart. Jullie weten van elkaar, ook weer op spiritueel gebied. In de 5D weten jullie, met dit lichtje hier, dat uiteindelijk dat jullie bij elkaar moeten komen. Dat jullie werk te wachten staat voor het grotere goed. En dat dat uiteindelijk die toren gaat brengen. Want er moet iets gaan veranderen. Jullie kennen elkaar met de zes van bekers uit vele andere levens. En met de geliefdeskaart, dus ook wel de tweelingenkaart op zijn kop. Jullie willen eigenlijk niet alleen maar passie, maar jullie willen ook het echte werk. Dus uiteindelijk zal er toch iets moeten gaan veranderen met die toren. Met de schildknaap van zwaarden gaan jullie in de toekomst nog altijd elkaar in de gaten houden. Op sociale media volgen, kijken wat de een en de ander beweegt. Misschien zelfs wel als een of beide een ander kanaal hebben, zoals een YouTube kanaal of een Instagram, dat je elkaar daar ook nog bekijkt en ziet en volgt. In ieder geval veel stalking, maar niet op een slecht gebied, maar gewoon heel erg geïnteresseerd en liefdevol en elkaar gewoon niet kunnen missen. En wellicht dat dit kan bijdragen tot een eerste stap in de goede richting. Vooralsnog in de toekomst, zeven van bekers, heel veel
consternatie, heel veel verwarring van wat nu te doen. Complexe situatie natuurlijk. Maar met de judgment krijgen jullie uiteindelijk door via het universum, misschien zelfs wel via jullie voorouders, wat te doen in deze situatie. Het was een hele mooie spirituele reading. Ik hoop dat, dat jullie weegschaal er hier wat aan hebben gehad. Jullie mogen mij natuurlijk dan bedanken met een like of je abonneren op dit kanaal, zodat je niks meer hoeft te missen. We gaan nog eventjes afsluiten met wat advieskaarten op deze legging. Mooie tweelingen ziel reading. Helaas zal dit niet voor iedereen resoneren. Maar goed, de belangrijkste berichten die komen altijd door. En misschien zit volgende keer jouw verhaal er wel bij. Spirits, wat is jullie advies? Dank u. Je hebt de ownership card, dus je moet, moet opkomen voor jezelf. You acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them as lessons. Je ziet, je begrijpt je, de misverstanden. En, maar ook dat wat je bereikt hebt. En je leert hier je lessen uit. En daardoor weet je nog meer lief te hebben. De vrijheidskaart. Laat elkaar vrij. En heb respect voor elkaar. De vrijheidskaart. You release yourself imposed restrictions and perceive limitations through loving energy of openness. Dus je laat zelfingenomenheid en restricties en limitaties los. Zodat jullie liefdesenergie open kan stromen. En de respectkaart, nou ja, dat zag je al terug, hè. Je opgelaten, je ontzettend verward voelen. Omdat je enerzijds weet hoe belangrijk deze tweelingenzielconnectie is. Maar ook het respect nog willen tonen aan de huidige partners. Dus respect, you value everyone's unique perspective on the path of love. Dus jij hecht waarde aan ieders unieke perspectief op het pad van de liefde. Dankjewel lieve weegschaal voor het kijken. Misschien tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.